Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video bespreek ik wat zijn eigenlijk de beste plaatsingen voor Facebook Ads. Zoals je weet gebruiken we Facebook Ads voor je Shopify Dropshipping Store. Maar kan je beter Ad Automatic of Manual Placements gebruiken? En welke Manual Placements als je Manual Placements zou gaan doen? Oké, nou waar je dus op let bij de demographics van je product en bij je ad set level. Sowieso welk land of welke landen wil je gaan targeten. Ik raad aan voor beginners om Nederland en België te kiezen voor je Shopify dropshipping store. Welk geslacht wil je gaan targeten afhankelijk van het product. Is het een mannelijk product mannen, is het een vrouwelijk product vrouwen. Welke interesses je wilt gaan targeten. En daarna komen we uit op het allerbelangrijkste. Dit zal een super korte video zijn, maar deze video gaat je wel meer inzicht geven en meer geld opleveren. Dat is iets waar ik voor sta en daarom leg ik dit ook gratis aan je uit. Welke vier plaatsingen gebruik je uiteindelijk? Je gebruikt manual placements, geen automatic placements in het begin. En de volgende vier, Facebook feed en Instagram feed. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon voor mensen die aan het scrollen zijn op Instagram of op Facebook. En Instagram stories en Facebook stories. Uit deze vier merk ik dat ik de afgelopen jaren de meeste aankopen krijg voor mijn Shopify dropshipping store. En ik merk bij mijn studenten precies hetzelfde. Dus dit zijn de vier placements die je wil gebruiken bij de testfase. En later kan je natuurlijk andere placements ook natuurlijk nog aanzetten. Bijvoorbeeld automatic placements testen. Ik hoop dat je super veel waarde had uit deze super korte video. Like, abonneer op dit kanaal. Laat een comment achter en dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Ciao, ciao.